Hallo lieve vrienden, even een vreemd iets. Ik ga een kleine soort met dagboekje bijhouden op YouTube. Wat over mijn dochter gaat, over haar buikwandcorrectie, hoe ik me daaronder voel. Jullie weten al dat Chrissy, mijn surrogaatzusje, al een interview bij mij heb afgenomen. En die komt dus nu online. En dit is even de avond van tevoren. maar in ieder geval, ik hoop dat hoe ik me daarbij voel, moet ik proberen daarin vast te leggen. Wat voor mij heel moeilijk en zwaar is. Want de ene keer kan ik heel luchtig doen, de andere keer verdrietig. En dat komt ook omdat ik, door alles wat ik meegemaakt heb, ook sterker ben geworden, sterker ben uitgekomen. Ik laat niet iedere keer weer mijn emoties zien. En ja, dat hoeft ook niet altijd, vind ik. Want ik ben zoals ik ben. En het gaat nou om mijn dochter. Ik leg liever in het ziekenhuis. Ik word liever geopereerd. En niet zij, maar ja. Het is wel haar wens, een buikwandcorrectie. Lieve schat, ik wens je heel veel sterkte, heel veel succes. En weet dat ik van je hou. Love you, schat. Goedemiddag, het is maandag 13 augustus 2018. Ik zit hier bij Corina Luisterburg de Jong. En ik ben Chrissy. En ik ga wat vragen stellen aan Corina. En ik wil gelijk maar beginnen als je dat goed vindt. Je gaat je gang. Goedemiddag. Ik wil je wat vragen stellen. Ben je bereid daarop te antwoorden? Jazeker, ik wel. Ja, dan gaan we van start. Kan je misschien in het kort iets vertellen van wie je bent en wat je doet? Nou, in het kort, ik ben Corina Luisterburg de Jong. Ik ben sinds vorig jaar weduwe. Ik heb 1, 2, 3, 4 lieftallige dieren. Moest ik vertellen. Een hondje en 3 katten. Die jullie wel kunnen. Ik heb, hoeveel zei ik? 5 kinderen, waar 1 van een stiefzoon is. Dat is de zoon van mijn overledene man. Eentje die gaat binnenkort ook trouwen, waar ik heel blij mee ben, heel gelukkig mee ben, maar er staat nog meer in petto, maar dat komt wel. Heb je ook hobby's? Ja, ook die heb ik. Ik vlog, zoals jullie weten. Ik maak plaatjes voor op Facebook, etc. Dagplaatjes, goedemorgen, goedemiddag, etc. Ik pint spiegels op, enkel momenteel met de warmte doe ik dat lekker niet. Ik heb veel lieve vriendinnen, onder andere Astrid en degene die aan de andere kant van de camera zit, Chrissy genaamd. En met Chrissy ga ik dus de hort op als het knap weer is. En, lekker ontoer. Lekker ontoer. Ga ik vloggen en Chrissy gaat foto's maken. En ook daar maak ik weer dan een vlog van. Ja, ook die staat in de komst van YouTube. Zeg, moet je luisteren, Corina. Ik heb gehoord dat je dochter Karin binnenkort een buikwandoperatie, oftewel een correctie krijgt. Klopt. En ik heb begrepen dat het een opdomina plastic inclusief operatie gaat worden. Hoe sta je daar tegenover? En kan je ook daar jouw gevoel misschien een beetje in weerleggen? Nou, daar sta ik heel angstig in. Ten eerste al vanwege... Wacht even. Weg. Mijn hondje die deed me pijn, sorry. Daar sta ik heel angstig in. Sowieso ook voor de narcose, omdat ik daar zelf rot ervaringen mee heb gehad.
dat ik er niet uitkwam. Ik weet niet hoe zij daarin staat. Of bij haar makkelijk gaat of ook niet makkelijk, dat weet ik niet. Maar ook ja, de operatie op zich. Je weet nooit niet of het goed gaat en dat doet mij ook heel veel, ja. Heeft het ook te maken met het missen van je man? Ook dat. Ik ben, doet me pijn, doet me verdriet. Ja. Van ja, gaat het goed komen? Gaat het niet goed komen? Ik wil haar ook niet nog eens een keer kwijt. Nee. Maar goed, niet iedereen doorstaat natuurlijk de operatie zoals jij het ervaren hebt. Nee, gelukkig niet. Maar ik hoop wel dat de heren artsen, dat die hun werk wel goed kunnen doen. Maar het kan bij ieder arts misgaan. Tuurlijk. Daar ben ik ook bang voor. Je bent maar een mens, hè? Ja, gelukkig wel. Ja. Hé, hey, en deze situatie waar je dus nu in zit, mis je natuurlijk je echtgenoot dubbel op. Dubbel, ja. Nee, want je wilt dat natuurlijk bespreken. En, dat kan niet. Hoe ga je dat oplossen nu? Met jou, met Astrid, met wie dan ook. Ja. Praat je er ook met Karin over? Ook met Karin zelf, als zij zelf dat aan kan, want dat moet zelf ook aankunnen. Ja. Als ik merk dat zij het moeilijk heeft, ga ik niet nog eens een keer mijn probleem bij haar leggen. Ja. Dan doe ik dat liever bij jou of bij Astrid. Ja. Maar fijn dat je dat kon doen natuurlijk. Ja. En krijg je dan ook, komen ze dan bij je of moet je dan bellen? Nou, jij, als ik jou bel, dan vlieg je meteen deze kant op als je kent. Ja. Ja, en anders dan bellen is het gewoon per telefoon en dat helpt ook. En dan heb ik ook wel nog mensen van Cirilo. Ja. Maar ja, daar praat ik liever niet mee wat dat er gaat. Nee, omdat ze natuurlijk ook heel dicht bij je man hebben gestaan natuurlijk. Ja, ja. Begrijpelijk. Ik noem je niet voor niks mijn surrogaatzusje, hè? Oké. Zeg, moet je luisteren. Dus als ik dat zo allemaal eens hoor bij je, ben je dan voor of tegen de operatie? Voor, wel voor. Ja. Alleen nog om het geluk voor haar. Want als je kind blij is, gelukkig is, dan is een moeder, zeker uw vader, 9 van de 10 keer ook gelukkig. Ik tenminste wel. Als mijn kind gelukkig is, ben ik het ook. Is mijn kind verdrietig, ben ik ook verdrietig. Ja. Geeft toch een band met elkaar, hè? Ja. Moment. Ja, en zo zie je maar weer dat een mens ook vatbaar kan zijn door middel van een ingreep, hè, die dan zo dichtbij bij de persoon is. En dat ze even tijd wil nemen hiervoor, dat is nog het beste. Ja, maar dan ook nog eens een keer de krimmel in me. Dat vraag ik ook nog. Ook dat nog. Stel dat je er tegen mocht zijn, hè, tegen die operatie. En je dochter zou het toch doen. Zou je dat dan het gevoel hebben van, luistert ze dan wel naar me? Of zou je zeggen van, kind, doe het maar. Maar zou je dan anders tegen je dochter aankijken? Nee, want ze is volwassen en ze heeft zelf haar beslissingen te nemen. Dat heb ik als moeder niet meer te doen. Ik kan er wel sturen en handvaten aanreiken of wat dan ook. Ja. Maar leg ze die naast haar neer, dan is het haar keuze, niet die van mij. Oké, en dan zou je... Ik zou er geen reden mee hebben. Daar zou je ook achter staan. Ja. Het is altijd fijn om te horen dat dat kan.
We hebben het net al even over gehad, dat je er toch wel mee zit met de narcose. Hè? Dat er gevaren aan vastzitten. Maar dat is met iedere operatie zo, hè? Dat is met elke operatie inderdaad het geval. Maar ze gaat natuurlijk wel het ziekenhuis in en ze zal daar 4 tot 5 dagen moeten verblijven. En nou kan je daar niet heen. Wat doet het in jouw gevoel? Heel veel pijn en heel veel verdriet. Dat ik dan niet bij haar kan zijn. Ja. Want ik wil dan wel er kunnen wezen. Ik wil dan wel aan haar bed kunnen staan. Of tenminste zitten. Ja, want je hebt natuurlijk een handicap zelf. Ja. En dat is niet altijd mogelijk. Voor hetzelfde geld heb je een hele slechte dag. En kan je er niet heen. Dan bestaat er ook nog een telefoon, dan bel ik er. Ja. Want zij heeft toch de mobiel bij haar ook. Dan bel ik er, ik bel Roderick, ik vraag hoe het gaat. Het zal moeilijk voor je zijn, neem ik aan. Zeker weten. Ja. Maar goed, laten we hopen dat het goed gaat en dat je zelf dan toch in de mogelijkheid bent om... om daar een dagje heen te gaan, want het is niet naast de deur. Nee. Voor jou. Hoe ga je daar dan heen? Nou, dan cross ik met mijn scootmobiel naar het station toe. En dan neem ik de trein naar Den Haag. En dan vraag ik gewoon aan Roderick, kom jij mij even ophalen van het station? Ja. Nou, en dan naar het ziekenhuis, waar dat ook mag wezen. Ja. En dan ben je een hele dag weg. Ja. En wie zorgt dan voor je beestjes? Nou, ik kan jou vragen. Ja. En ik kan Astrid vragen. Als het op de dagen valt dat zij niet zelf weg hoeft. Ja. En dat is met jou net zo. Ja. En anders, ja, jij bent ook nog zo. Jij zorgt, dan neem jij een dag vrij. Zo ben je ook nog. Ja, toch fijn dat je dan vrienden hebt, hè? Dat zeker weten. En zeer zeker in zo'n situatie. Ja. Als ik je vraag, ben je blij om deze vlog openbaar te maken en jouw gevoel hierin te willen leggen? Iedereen mag weten hoe ik ben. Ik heb geen geheimen. Heb ik wel geheimen, die vertel ik gewoon niet, want het gaat een ander dan niks aan. Maar wat men mag weten, dat vertel ik. Ja. Dat doe ik altijd al, dus ja. Dat mogen ze weten. Ze mogen mijn goede kanten zien, ze mogen mijn slechte kanten zien. Ze weten ook wel dat ik dagen heb dat ik niet te genieten ben, dat ik hoofdpijn heb, dat ik niet opgemaakt ben. Nou ben ik wel opgemaakt. Ze zien wanneer ik opgemaakt ben dat ik mij goed voel. Ja. Ik zag net straks wat emoties bij je. Ja. Waar waren die emoties door? Hè? Waar waren die emoties door? Nou, sowieso. Mijn meisje gaat onder het mes. Het blijft toch je kind, dus mijn meisje. Die gaat onder het mes, tenminste zoals het nu staat. Ik weet het allemaal niet. Hoe, wanneer, waar, weet ik veel. Maar dat doet je al zeer, van ja. Een moeder die denkt altijd zo. Leg ik dan maar, niet mijn kind. Mijn kind mag niks markeren. Geef het mij maar. Ja, en... ik heb mijn man niet meer, ik wil niet nog meer kwijt. Want zij behoort mij te overleven, niet andersom. Ben je gelovig, Corine? Ja. Heb je daar in het geloof een houvast? Ook dat. In dit geheel? Ik bid heel veel. Ja. Ja. Dat geeft mij heel veel kracht ook. Ik ben baptist. Ja. De meeste vragen van wat is dat, baptist? Ik zeg altijd baptist, dat is het. Vroeger hadden we altijd geintjes, maar... voor de rest, ja, ik bid heel erg veel. Ik kan niet alle zondagen naar de kerk, ook vanwege mijn lichaam weer. En ja, ik ben ook zo'n gek, ik ben bang van onweer. Gisteren was er onweer voorspeld, plus ik was ook lang niet in orde. Dus ik ben niet geweest. Wat markeer je precies, Corine? Ik heb chronische hoofdpijn. Ik ben, als ik het goed zeg, goed uitspreek,
scoliose, scoliose. Nou, de ouderwetse benaming ruggengraatvergroeiing, een dubbele. Ik heb de letter S in mijn rug. Mijn ruggengraat. Dat heb je vanaf je geboorte al? Daar ben ik mee geboren, ja. Dus dat gaat ook nooit meer over. Het wordt alleen nog naarmate je ouder wordt erger en erger. En als jij je verplaatst, hoe verplaats jij je dan? Nou, daar heb ik een leuke trippelstoel voor. Waar ik in rij. En ik heb een leuke wandelstok. Die ik ook nog eens een keer in elkaar kan doen. En een hele stiekje erin en in een tas kan doen. Dus ja, makkelijk. Heel handig. Zo, dan is die weer uit elkaar. En als je grote afstanden moet afleggen? Dan heb ik een mooie oude scootmobiel. Een mooie scoot. Oftewel, zoals we het hier benoemen, een booster. Een booster. Dat is altijd fijn natuurlijk. Ja. Je bent lekker verplaatsbaar, je kan naar buiten, je kan eigenlijk alles doen. Ja, ik ga dus heel veel met Chrisje op pad. Ja. Vooral de zomertijden. Wintertijd zitten we binnen. Hebben we weer andere dingen te doen. Jawel. Gelukkig wel. Zeg Corina, ik wil het hier eigenlijk bij laten. Is goed, schat. Ik wil je hartelijk danken voor de medewerking. En ik wil jou en je dochter en je schoonzoon heel veel sterkte en succes toewensen voor de spannende tijd die jullie nog te gaan hebben. Ja, spannend wordt het zeker. Ja. En ja, het leuke, de leuke tijd, dat is december. December, ja. Daar kijk ik ook helemaal, ja, daar kijk ik naar uit. En wat gaat er dan gebeuren in december? Dan gaan de twee trouwen, Karin en Roderick. Nou, geweldig. Ja, dat is helemaal fijn. En je kan bij die dag zijn? Ja, gelukkig wel. Ik word opgehaald door mijn liefhebbende broer. En ik word ook thuis gebracht. We moeten drinken heel, heel vroeg eruit. Ja, en heel laat weer thuis nemen, ja. Weet ik ook niet. Hoe laat het thuis zijn? Nee. Ja, ja, en jij bent zo lief om op mijn hondje te passen. Ja. Jij komt mijn hondje ophalen. Die kom ik lekker ophalen en we gaan er gewoon een gezellige dag van maken, ja. Samen. Ja hoor, en dan zal je me een nacht bij je moeten houden, wat dan nog. Dat zien we dan wel weer. Ja hoor. Corina, dankjewel. Dankjewel, schat. Dat was ze dan. Die bij mij, dat rotvraaggesprek, ben mijn naam kwijt alweer, interview heeft gedaan. En dus, dankjewel, schat.